de klassieke vraag hoort er wel bij, maar ik moet hem stellen. Wat is je eerste gevoel? Verslagenheid. Gewoon leegte. Ik was echt vol van overtuigd dat als je vandaag zou winnen, dat er nog iets gek zou gebeuren op de andere velden. Alleen mocht niet zo zijn. De apotheose was natuurlijk... Nou, laat ik eerst vragen. Hoe hebben jullie naar dit duel toegeleefd? Want het is best wel moeilijk om nog vertrouwen te houden in een goede afloop als je afhankelijk bent van het resultaat van anderen. Ja, alleen hoe leef je daar naartoe? Door volledig te focussen op je eigen wedstrijd. En je van die andere velden af te sluiten. En puur en alleen op Utrecht thuis te focussen. En ik denk dat als je een onthaal krijgt van de supporters vandaag, die er weer massaal achter gaan staan, ja, dan begint het alleen maar te kriebelen. En ik denk dat je zelf weet te winnen. En vervolgens beland je in niemands land nog 4-5 minuten. En krijg je te horen dat het doek is gevallen. Hoe is dat, die minuten wachten? Wachten op het resultaat in de... Ja, nou ja, heb ik ook niet eerder meegemaakt. Heel krom, heel raar. We hebben iedereen bij elkaar geroepen. Een aantal die zitten op het telefoontje te kijken. Je hoort wat reacties in het stadion, links en rechts. En uiteindelijk krijg je te horen dat het is gebeurd. Ja, geen leuke vraag. Maar hoe pijnlijk is het dat je gewoon hier Utrecht met 3-0 van de mat speelt? Duidelijke cijfers, dat hebben jullie dus in je. Maar het is er niet heel het seizoen uitgekomen. Maakt dat het extra zuur? Of? Nou ja, dat maakt het wel extra wrang. Ik denk dat we voor de winterstop een hele slechte serie hebben neergezet. En na de winterstop hebben we van RKC gewonnen. Alleen daarna duurde het ook weer te lang voordat we weer 3 punten pakten. Dan hebben we wel een... Ja, ik denk toch wel een goede eindspurt ingezet, alleen het bleek niet voldoende te zijn. Als je dan terugkijkt, waar heeft het dan het meest aan gelegen? Is dat kwaliteit, mentaliteit, misschien pech of geluk? Wat is het geweest? Samenloop van omstandigheden, denk ik. En dan moeten we maar eens goed analyseren en daar heb je nu helaas alle tijd voor. Ik heb net ook tegen een aantal collega's van jou gezegd... En een degradatie, ja, dat is voor iedere club. Dan kun je ook bij ons een aantal dingen afvinken. Daar zullen we goed naar moeten kijken. En dat zal anders moeten. Meer kan ik daar niet over zeggen. Je hebt ploegen waar de spelers met pek en veren worden weggejaagd als ze degraderen. Nou ja, hier gaat het een stuk anders. Want staande ovatie, een dolle menigte hier. Had je dat verwacht? Nee, niet. Ik dacht niet echt over degradatie. Natuurlijk weet je dat er een scenario is. Alleen wat ik al zei. Ik was vol in overtuiging dat als je zou winnen, dat je vandaag niet zou degraderen. Nadat een paar minuten in niemandsland te hebben gezeten, is het dan een feit dat je degradeert. Ja, en hoe de supporters daarmee omgaan, daar kan ik ze alleen maar voor bedanken. Alle lof daarvoor en hoe ze ons dit jaar gesteund hebben in de wedstrijden waarbij ze aanwezig konden zijn. Hoe ze de laatste weken hebben opgepakt. Ja, en hoe je nu... Uit de Eredivisie gaat. Petje af. Hoe ga jij deze dag eindigen? Ga je dat thuis op een bankje doen met een flesje bier of zo? Of weet ik het wat? Nou ja, ik ga niet veel doen. Zometeen familie opzoeken en dan naar huis. Ja, succes deze zomer. Je blijft wel toch bij Willem II? Nog even vragen. Ik ben nog niet met de club in gesprek. Het contract is op 1 april opgezegd. We zouden in een latere fase van het seizoen weer zitten. Nou ja, dat is helaas nog niet gebeurd. Wat volkomen begrijpelijk is gezien de sportieve situatie en de situatie op de Brele. Ik verwacht de komende weken wel duidelijkheid in. En hoeveel vertrouwen heb jij erin dat het gewoon bij één jaartje blijft, keukenkampioen divisie? Je bent gedegradeerd en je daalt af. Ik denk dat je goed moet analyseren waar het is misgegaan. En ik heb er alle vertrouwen in een nieuw seizoen dat wij mee kunnen doen om promotie. Sterkte vandaag en succes. Bedankt, jongen. Keep it in the zone.